Minder zwaar en robuust, maar wel sneller en mobieler. 13 lichte brigade verruilt dit jaar haar CV90 infanteriegevechtsvoertuigen voor panzerwielvoertuigen. De brigade gaat verder als gemotoriseerde eenheid met Bushmasters, Boxers en de MB280 CDI. Gemotoriseerde eenheden zijn over het algemeen mobieler. Kunnen over grotere afstanden optreden, zijn makkelijker te verplaatsen, maar hebben daarentegen wel minder bescherming en een lichtere bewapening. Gemotoriseerde eenheden vervullen een unieke rol op het gevechtsveld. Hun mobiliteit, samenstelling en optreden vormen een brug tussen de zware gemechaniseerde eenheden en lichtere luchtmobiele eenheden. Aan de Charlie-compagnie van 17 Panzerinfanteriebataljon de belangrijke taak ervaring op te doen met het nieuwe optreden. Tijdens deze oefening in de Marnewaard werkt mijn compie vooral op groeps- en pelotonsniveau. Daarbij treden we in verschillende soorten terrein op, zowel bij dag als bij duisternis, zowel bereden als uitgestegen. En alle aspecten, technieken en taken die een gemotoriseerde panzerinfanteriecompie kan hebben, komen daarbij in deze oefening aan bod. Gaan we meteen naar boven. Inmiddels zijn de kerels trots op de voertuigen en het materieel waar ze mee werken en het optreden zoals ze dat uitvoeren. Dat is een enorme satisfier voor ze geweest om met deze setting te kunnen werken. Als ik kijk wat er tot nog toe gepresteerd is, denk ik dat we daar best tevreden over mogen zijn. Niet al het materiaal is direct beschikbaar gesteld, maar ik ben ervan overtuigd dat het wel goed gaat komen. De nieuwe skills en drills vormen de blauwdruk voor de rest van de brigade. De compagnieën worden gefaseerd omgevormd.